De ongeziene dingen. Ik was op een avond te gast bij de oude heer van de Wal in Batavia. Hans van der Wal, u kent hem nog wel. Victor Ido, de schrijver van Carina Diende. We zaten in zijn achtergalerij, hij en zijn vrouw, zijn stokoude moeder en ik. En het gesprek kwam op een moord die zo omstreeks 1912 de gemoederen in Batavia nogal opgewonden had. Ik herinner het mij nog goed. Uit de Kali was een zak opgevist waarin zich het in stukken gehakte lijk van een Batavia's hoertje bleek te bevinden. Fientje de Phoenix. Weet je het nog, zei mijn gastheer. Haar pooier is er toen voor opgehangen. Een Indo, Brinkman heette hij. Tot het laatst toe ontkende hij allicht. Maar er waren er meer die de bewijzen onvoldoende vonden. Ikzelf heb toen ook getwijfeld. Ik twijfel nog altijd. Het is een zaak die mijn geweten in al die jaren nooit met rust heeft gelaten. Schuldig, onschuldig, een gerechtelijke dwaling. Hij schudde zorgelijk het hoofd. Enige tijd lang zei er niemand iets. Een stille, warme tropenavond. De maan scheen zo helder dat je de krant bij zou kunnen lezen. Roerloos stonden de bomen in de achtertuin. Ergens ver weg in de kampong konden we de gamelan horen. Een tokke bij de mandiekamer. Tokke, tokke, tokke. 6 keer. De 7e bleef uit. Geen geluk dus. En toen ineens begon er een soeling te spelen. We luisterden er een tijdje naar. Wie kan dat zijn? Vroeg mijn gastvrouw. Cabon speelt s'avonds wel eens op zijn soeling, maar die is er niet, dacht ik. Van der Wal keek uit zijn mijmering op. Hé, ja, ik heb hem toch zien weggaan, samen met Kokkie, Baboe en Jongens. Ze moesten naar een trouwerij. Dat zal die dag eens wat zijn. Ik heb het gevoel dat het van de andere kant van het huis komt, zei ik. Ja, nu het zegt. Oh, misschien een blinde bedelaar die op een aalmoes hoopt, ja? Kassian, wil je hem niet wat geven, Hans? Vroeg zijn vrouw. Ja, natuurlijk. Hij stond op en trok zijn beurs, liep door de zijtuin naar het voorerf. Lief klinkt zo'n bamboefluit, vindt u niet? Zei mevrouw van der Wal. De broer van mijn man, de muziekcriticus, weet u wel? Constant van der Wal. Tja, die heeft ons uit Europa geschreven of wij niet wat van die soelings voor hem wilden verzamelen. Javaanse, Soendanese, Balische fluiten en van die mooie bewerkte uit Toradjaland. Haar man kwam terug. Nou, op het voorerf was niemand. Hé, heb je wel goed gekeken? Jazeker. Met die heldere maan kon ik alles goed overzien. Niemand. Ja, en dan nog iets. Iets vreemds. Terwijl ik daar stond, leek het opeens weer of het geluid uit de achtertuin kwam. Allah, hoe kan dat nou? Wij zitten hier toch? Het komt heel duidelijk van de voorkant. Hoor dan zelf, ja? Ja, ja, je hebt gelijk. Nou, dan ga ik nog maar weer eens voorkijken. Het moet toch ergens vandaan komen? Mag ik met u mee, vroeg ik. Het kortgeschoren grasperk van het voorerf baadde in tropisch maanlicht. Het was verlaten. Ook bij het hek geen blinde bedelaar die in devoot gehurkte houding op zijn soeling speelde. Wij keken elkaar aan. Waar komt het volgens jou nu vandaan? Ik luisterde scherp. Ja, ik zou nu ook zeggen, uit de achtertuin. Nou, zie je wel. Onbegrijpelijk. Ik had de indruk dat er iets als nervositeit door zijn stem trilde. Hij nam me bij de arm. Laten wij eens binnen doorgaan. In plaats van door de zijtuin. Ik volgde hem het huis in. In de binnengalerij lagen strepen licht over de vloer. De maan, die door de houten jaloezielatten scheen. Het fluitspel klonk luider dan zo even. Nu naar mijn werkkamer, kom mee. Hij deed de deur open. Ineens was het vlakbij gekomen. Ik keek of ik in het schemerdonker een menselijke gestalte kon onderscheiden. Ik zag niets. Het fluitspel vulde de hele kamer. Mijn gastheer aarzelde nog even. Toen ging hij zonder een woord op zijn schrijftafel af, trok een la open.
Op hetzelfde ogenblik brak het spel af. En een stem die uit een andere wereld scheen te komen, klaagde: ik ben onschuldig, onschuldig. Jullie mogen mij niet hangen. Met bevende hand deed de oude heer de laai weer dicht. Ik zag nog juist dat er bamboefluiten in lagen. We liepen samen naar de achtergalerij terug. Het is opgehouden, ja, zei mevrouw van der Wal. Haar man hoorde het niet. Hij keek naar zijn moeder. Ineens realiseerde ik mij dat de oude dame zich de hele tijd niet in het gesprek gemengd had. Zij staarde nu dromerig voor zich uit, alsof zij in een wereld keek die voor onze ogen gesloten was. Bij het afscheid vertrouwde mijn gastheer me toe. Ik dacht er niet dadelijk aan dat zij erbij zat. Mijn moeder bedoel ik. Toen ik nog maar een kind was en wij hadden bezoek, zei mijn vader wel eens: Dolien, doe het nog eens. Zij was er moeilijk toe over te halen, maar mijn vader drong aan: zij wil het zelf zo graag eens meemaken, Leen. Dan staarde zij voor zich uit en iedereen was stil. Mijn zusje en ik stonden heimelijk achter de deur te wachten op wat er komen ging. Ademloos. Mijn moeder speelde prachtig piano. Maar nu bleef ze in haar stoel zitten en zonder dat zij de toetsen aanraakte, kwam uit de piano een barcarolle van Chopin, haar lievelingscomponist. Maar wat ik maar zeggen wou, beste vriend. Brinkman was onschuldig, dat weten we nu.